Van je museum. Bestaan je? Ja, wist je niet? Nee. Altijd. Ja, wel heb ik al gelezen. Ja. Nu ook. Nu ook. China, ja, dat is een bestaan. Ze geloven me. Moet je hem zien, hoor? Zie. Zal ik hem pakken? Ja, ja, pak hem eens. Die brengt me geluk. Mijn schoonvader had hem vroeger ook in zijn zak. Dezelfde? Wat gaan wij doen? Ik ga nu zachtjes aan even kijken. Het wordt tijd dat ik mijn kleding uit ga zoeken voor het allerlaatste concert. Ik ga nu even kijken bij een zaak waar ik altijd kom. En ik wil gewoon hier en daar kijken, want het moet gewoon goed zijn. En ik wil dat uit mijn hoofd hebben. Wil je wat nieuws nodig? Ja, ik wil gewoon dat ik me lekker voel, weet je. Dat er niks knel zit, geen krappe jasjes. En toch misschien toch het liefst wel een broek met een mooie blouse. Heel mooi. Ja, die is ook mooi. Een leuk smal broekje. Ja. Maar we moeten gewoon wat passen, denk ik. Want als je het aanziet, dan hoe het voelt. Dan kan er zo weer wat afvallen, natuurlijk. Ik denk dat dit ook echt... Dat kan wel erg mooi staan. Hoor. Nou, zullen we wat gaan passen? Succes ermee, hè? Ja, dat gaat wel lukken, hè? Bedankt, hè? Hey, tot ziens, hè? Tot ziens. Doei. Ik ga toch nog even verder kijken, voor de zekerheid. Ik heb al een paar leuke dingen, maar ik wilde toch nog even in Amsterdam ook kijken. En heb ik Maria, mijn vriendin, meegenomen. Die is veel modebewuster dan ik, dus... Ja, dat vind ik gewoon een verzekerde gevoel. Altijd leuk. Ik hou geen rekening met jou. Nee, weet je wat is? Als ik dat zeg, dan zegt hij van, natuurlijk. Maar meestal met belangrijke dingen, dan spreek je wel af van, zullen we allebei... Of, ja, dat het een beetje overeenkomt. Maar gek genoeg, zonder dat we het afspreken, gaat het meestal goed bij gewone concerten, weet je. Je denkt, hoe is het mogelijk? Dat we dezelfde teamtijd hebben gezocht. Zulke mooie jas. Erg mooi. Maar ik vind wel te veel jassen. Ik wil geen jas aan. Wil je eventueel een lange jurk voor dat concert? Of wil je liever iets korts, wat je nu bijvoorbeeld aan hebt? Ja. Ik wil liever iets gewoon heel vlot. Wel chic, maar... Maar vlot. Maar vlot, ja. Ja, dit is mooi, dat het even langer is. Echt slank. Als je loopt, dan waait dat een beetje. Dat is het. Dat is het nou. Ik ben goed geslaagd. Erg leuk. Ik ben erg blij. Proost. Onze hond is, onze eigen hond is 2 maanden geleden zo ongeveer overleden. Dit was Trula, hartstikke lief beest. Als muzikant is hij s'avonds of s'nachts thuis, komt er een uurtje 2, 3. Dan is het gewoon, dan word je bestormd door je hond. En dan, als hij dan ineens weg is, dan heb je, als je s'nachts thuis komt, ineens geen maatje meer die nog eventjes de avond met je doorneemt, zal ik maar zeggen. Dus we zijn nu een maandje later en we gaan kijken bij de Foxter naar die schattige Golden Retriever pups, waarvan er eentje voor ons is. Hey, June. Hey. Nou, daar komen we zo. Hey. Dit is toch een schatje, nee. Oh, moet je eventjes een beetje onrustig. Kom maar op. Oh, dat is het teefje. Ja.
Ja, ze hebben allemaal een soort strikkie om, met een kleurtje. Te hard. Je weet op een gegeven moment niet hoe je een baby pakt. Je bent zo voorzichtig met zo'n klein breekbaar dingetje natuurlijk. Hey. Kijk, zo kun je zien dat de mannetjes. Ja, dat zie je duidelijk. Dit is een mannetje. Nee, duidelijk een mannetje. En hij is er trots op ook. Maar welk het woord weten we nog niet, maar dit is in ieder geval het enige vrouwtje. Dus ach, of het nou een mannetje of een vrouwtje wordt. Maar ik zou ze alle acht eigenlijk willen hebben. Ik heb een taart gebakken. Ja, zie je dat? Een beetje uit elkaar, wat maar een gehoord en wat slaat er hem overheen. Daar zie je niks van. Is hij mislukt dan? Hij is een beetje, valt een beetje uit elkaar, maar het maakt niet uit. Moet je ook kaartje aan of niet? Ik wil heel graag taartje. Welk? Gewoon kaartje, tompoes. Ja, doe dit maar, ik vind het wel lekker, ja. Het is net een mooi klein dingetje. Hij is wel erg klein nu, vind ik. Dan denk ik er vanmiddag aan. Krijg er vanmiddag nog een. Hoe vindt u dat deze tijd stopt? Dat vind ik erg goed. Ik heb altijd gezegd, op je hoogtepunt moet je stoppen. Want als je doorgaat, dan zeggen ze, hebben ze alweer. Dat krijg je dan. En ik heb nog net een boek gekregen, een prachtig boek over de schildersdorpen in Nederland. En daar staat natuurlijk Volendam ook in. Ik heb net al aan de voorkant gekeken, het moet bladzijde 138 zijn. En daar staat dan Volendam. Kijk, hier heb je het al. Toeristen in Volendam. Ik heb van fans, gisteren heb ik opgetreden in Apeldoorn. En ik heb, ze zijn allemaal met de gezondheid een beetje van mij bezig. Omdat ik griep gehad heb. En dit is... Jan Cordewenus. Dat is directeur van de platenmaatschappij van vroeger. Hallo, Jan Cordewenus. Van vroeger, ja. Hé, hey, wel leuk dat je bel, Jan. Dat doe je altijd, dat vind ik heel correct, erg leuk. Ik word wat ouder, ja. Maar ik lus je rauw op de tennisbaan, hoor. Ja, en dit zijn natuurlijk cadeaus van de vaste fans. Die weten precies hoe het zit. En hier ook weer thee. En ik heb hier een heerlijke wijn. En dat is een Coteau du Languedoc. Dat klinkt heel lekker. Dat klinkt bijzonder goed. Dit moet een hele goede wijn zijn. Hé, hey, wie zijn daar? Hey, jullie. Wel, gefeliciteerd met de verjaardag. Ik krijg van jou ook een mooie hand. Ik krijg ook nog een zoen. Een blaaszoen. Ah, een blaaszoen. Hé, Robbie. Zo koud. Oh, is het koud. Hey, de bab heeft zoveel cadeautjes gehad, Sam. Je moet even kijken, want de bab heeft zoveel cadeautjes gehad, dat geloof je niet. Kijk eens wat ik gekregen heb. Hé, hey, Julian, heb jij die een tekening maakt? Of heet de papa op? Die is wel mooi, hè? Ja. Die papa is wel mooi. Hij is wel een geweldige. De papa op? Jongen, jongen, ja, dat is een mooie ja, auto. Niet meer. Even aantrekken. Even stijfste. Ik nog. Juist. Wat is dit nou weer? Juist. Oh. Wat is dit nou, Sam? Wat is dat nou? Die heb je al uitgepakt. Die heb ik al uitgepakt. Wat is dit nou? Wat is dit? Een sportblouse. Een sportblouse. Oh, een sportblouse. Ja. Zou de bab die aankunnen? Ja. Die kan ik wel aan, hè? Er was ook nog met mij werkjes erop, maar ik vond het stof niet. Maar ik vind het wel leuk, ja. Papie? Heb je hem? Ja. Nog een cadeautje. Nou, voor mij ook een cadeautje? Jeetje, nou heb ik toch zoveel cadeautjes. En nog een tekening. En nog een tekening van de Ed. Er zijn natuurlijk wel absoluut verjaardagen geweest. Dan traden we gewoon op. Als iemand jarig is bij de band, treden we gewoon op. Er zijn er heel veel geweest dat ik gewoon moest optreden. En daar ga ik niet onder gebukt, hoor. Krijg je straks meer tijd voor je kleinkinderen? Absoluut, ja. Nu je, zeg maar... Nou, ik ga nu bijvoorbeeld een vakantie met ze plannen. Voor volgend jaar. Dus volgend jaar mei, dan gaan we met de kleinkinderen op vakantie naar Spanje of zo. Zeg maar even. Lekker bij een zwembad. Gaan we lekker zwemmen met de bad. Moment maar, we hadden hier al een
Nou, ik ga nu koken voor het hele gezin, iedereen, inclusief kleinkinderen. Want ze willen toch wel eens kennis maken met mijn fameuze spaghetti gerecht. Ik denk dat ik ze moet koken als hij zelf zegt. Dat is leuk. Meestal is hij bescheiden. Maar wat koken betreft, ja, dan. Dan staat hij zich op de post. Maar het is altijd erg lekker. Ja. En het is natuurlijk, ja, toch wel prettig als je thuis komt en het eten staat op tafel. Als je muziek studeert of muziek componeert. Is het niet altijd zo dat je dan aan het eind van de dag iets hebt dat je denkt van, dat is zinvol geweest? Nou, met koken is dat altijd. Je maakt iets. Een beetje van dit hem. Niet zoveel, hoor. Hey. Dit oor dan. Nee, jij net was dit oor dan. Anne-Lise heeft de dag niet. Marianne, je geeft los voor. Die Claudia houdt niet van aard. Het is niet zo hard. Het is niet leuk als ze dit opgooit. Oké. Mag misschien cayennepeper. Hallo. Hallo. Ja. Smaakt het allemaal een beetje, Claudia en zo? Claudia, is het lekker? Ja, lekker maken. Dank voor jou. Eén, goedemorgen. Nou. Het duurt niet zo lang meer met BZN. En ik ga jullie laten zien wat ik ga doen na BZN. En dat heeft alles te maken met dit apparaat. Ik zou zeggen, kom maar mee. Flap het op. Zo, we gaan vandaag in opdracht van het bedrijf gaan we een aantal luchtfoto's maken van een aantal gemeentes in Waterland. Dat is het gebied waar Volendam permanent et cetera in liggen. Eerst even de zaak even controleren. Kijk, vliegen en fotograferen, als dat je hobby's zijn, dan kom je natuurlijk al snel tot een combinatie. En dan zit je bij luchtfotografie. Het woord zegt het al. En luchtfotografie, dat is iets wat, waar ik me dus ook veel mee bezig hou. Het leuke ervan is ook dat ik ben een website aan het maken met een archief waarbij ik voor mezelf me voorgenomen heb om heel Noord-Holland vast te leggen. Elke brug, elk dorpspleintje, alles komt vast. En zo kunnen dan later mijn kleinkinderen dat archief beheren en exploiteren. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Thank you.
soort van, dan ga je met een schat van spulletjes ga je eruit. Zo voel ik het altijd. Nou, we hebben hier een winkel, dus eigenlijk een fietsenwinkel. Maar die winkel die heeft ook van die rekken, die kan je op je achterkant van je auto plaatsen. En dan kunnen we de fietsen meenemen voor naar de camping. Want je hebt heerlijke fietsroutes daar, hebben we wel gehoord van mensen die er ook staan en veel fietsen. Dus we gaan eens kijken of hier zo'n ding te kopen is. Ik denk het wel. Ik heb een wiel achterop op de achterdeur. En nou krijg ik gewoon een trekhaak krijg ik erop. Wat betekent de caravan voor jullie? Nou ja, natuurlijk... Lekker buiten. Lekker buiten. Lekker vrij. Even weg, even in de bossen. Ja, waar wij nu staan is ook een prachtig mooie meer, het Veluwemeer. Dus we kunnen daar heerlijk wandelen en fietsen. Want straks is het na 16 juni natuurlijk afgelopen. Kunnen we er heel veel gebruik van maken en dat gaan we ook doen. Dus, we zijn bezig met de boel op te knappen nou. Straten En schuur. En schuur in de voortent. Dus ik hoop dat als we komen dat ze een beetje opgeschoten zijn. Doei! Hoe vind je dit nou? Ja, dat is toch niet te geloven? Als je dit nou zo ziet, dan zou ik er eigenlijk al van het weekend in willen. Zo graag wil ik hier naartoe. Dit noemen ze nou een tent, maar dit is natuurlijk al lang al geen tent meer, hè? Nou, dit wordt ook een halve... Dit is gewoon een compleet huis. Geïsoleerd. Hier komen allemaal mooie crème wanden in, allemaal, hè? Tjong. Dat is gewoon een huis eraan. Nou, ik ga er wel veel meer gebruik van maken. En ik heb er straks ook veel meer tijd voor. Dus dat ga ik zeker doen. Ik kan niet afwachten. Maar waar wil je nou bijvoorbeeld het bankstelletje? Ja, dat wil ik hier hebben. Weet je? In dit hoekje zo. Dan zit je wel in de... Nee, nou, dat hou je dan mee. Okay. Maar ja, dit is ook bedoeld dat als de kinderen komen... Je hebt nu ook kleinkinderen. Dat als ze een nacht over willen blijven... En ja, je bent dan meteen al met zo'n grote groep. Dan is het natuurlijk lekker als je wat extra ruimte erbij hebt. Want dat kan gewoon in die caravan zou dat nooit kunnen. Wat heb je daar nou eigenlijk voor op de peperstap? Hoeveel gaat zitten in het schuurtje? Het is geen riool. Tussen die twee bomen daar komt natuurlijk een hangmat. Dat snap je natuurlijk zelf ook wel. En daar gaat Veerman heel veel gebruik van maken van de zomer. Na 16 juni, dan is dat mijn plek. Voorlopig. Nou, dan zijn we weer. 41e dag geweest. Ik denk dat we hele mooie foto's gemaakt hebben. We gaan nu even het werk afmaken. We gaan naar mijn kantoor. Naar de computer. Want daar moet nog het nodige gebeuren. Kom maar even mee, zou ik zeggen. Nou, dan heb ik hier de haven die we net geschoten hebben. Nou, dit is de serie die ik gemaakt heb van het huis van Carola. Ik kom er steeds dichterbij, dus hier schiet er een heleboel achter elkaar. Zie je? Nou moet ik even kijken waar de woonkroon nou zit. Dan ben ik toch even... Even denken, dit is hier deze. Dan is het dus dit huis, hè? Is het toch? Of is het nou deze? Dit is die foto van... kijk eens, die Paris. Ah, die is mooi. Die is voor Carola. Hé, hey, een bak koffie? Ja. Nou, weer even zien wat ik gemaakt heb. Ja, ik wil het wel even zien. Deze moet ik trekken van naar Carola brengen. Dat is mooi, hè? Precies. Zie je dat? Ja, schitterend. Dankjewel. Vele jaren. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
Nou, dank je. Hoe oud ben je geworden, ja? 58. Nou, Jack, ik ga er even aan, je moet hier in de middag. Nou, Jan, gefeliciteerd, jongen. Dank je wel, ja. Hoe oud ben je nou? 58, zag ik ze. Ja, nou. Ik ben op je 62e verjaardag. Ja, ja. Jou doet lekker bij. Nee, ik ga het allemaal bij. Van verzoen ook. Nee, dit is een paar honderd jaar. Is alles weg? Oké. Okay. Dankjewel. Dat is dit alweer. Dankjewel. Nou, dit is de luchtfoto die ik dus voor Krolen gemaakt heb. En ik ga hem eventjes nog even net voor het optreden uit. Vind ik wel leuk. Ga maar even mee. Carola. Je had mij gevraagd om nog eens een luchtfotootje te maken van je huis. Dus ik hoop dat je het mooi vindt. Alsjeblieft. Ik hoop dat hij een leuk plekje krijgt. Nou, kijk. Dat is toch leuk, hè? Dat vind ik heel leuk. Cadeautje van Johnny. Even kijken. Met mijn Ali Shuffle schoenen. Als ik deze niet aan heb, ik vind het wel dan wordt het helemaal niks. Maar ik heb ze gelukkig. Die zijn al erg oud. Maar ze doen het nog steeds goed. En ik red het wel. Dit laatste half jaar met ze. Met deze shuffles? Ja, dat zijn Ali Shuffle schoenen. Ali Shuffles? De rode shuffles. Ik heb altijd een kastanje in mijn zak. Kastanje? Ja, wist je niet? Nee. Altijd. Ja, wel heb ik wel eens gelezen. Ja, nu ook. Nu ook. Zie je dat? Een kastanje. Ze geloven me. Moet je hem zien dan? Zie. Zal ik hem pakken? Ja, ja, pak hem eens. Die brengt me geluk. Mijn schoonvader had hem vroeger ook in zijn zak. Dezelfde? Maar moet je die van een ander krijgen? Dezelfde. The heat of the fires, he trembles inside. And I pray the day before it's over. He's starting to choke to the finishing stroke. The crowd's only crying for more. In the wings where she whispered, never say die. Ah, oh, never say die. Only cold perspiration invades his keen eye. It's the moment we are waiting for. I'm on the best, like a real Pumbachero. Per dag het leukste en beste op tros.nl.